Goedemiddag allemaal, goede avond eigenlijk. We naderen de avond. Dit is de vierde uitzending, opname, lezingavond van mevrouw de architect. We hebben het programma omgegooid, anders dan eerder aangekondigd. Hebben we vanavond als gasten, het aantal gasten niet, maar we hebben Nadine Nievergeld en Tatjana de Groot, Trajkowska, die zullen gaan spreken in onze serie Mevrouw de Architect. Ik begin toch elke keer even te vertellen over mevrouw de architect. Een initiatief van Merel Pitt. Die zij in 2019 denk ik is gestart bij Azien. En zij gaf het podium aan de vrouwelijke architect. Eigenlijk ook nadat cijfers blijken aangeven dat er weinig vrouwelijke architecten, althans verhoudingsgewijs, in de spotlicht staan. Zij brengt daar verandering in door dus die aandacht aan de architecten te geven met portretten. Die zijn ook gebundeld. Groot succes, meteen uitverkocht. En ik belde haar op toen ze daarmee bezig was, want wij zijn hier bezig met onze tentoonstelling Love and the Mist bij Bureau Europa. En ik zei, Merel, mag ik niet jouw serie hier doen in de context van het Limburgse werkveld? En zij was er heel enthousiast over, heeft alle medewerkingen aan ons verleend, ook door mee te denken aan de schrijvers en aan sprekers die we konden uitnodigen. En enkele schrijvers in haar bundel zijn ook uitgenodigd voor deze serie. Dus zodoende. Ik ga jullie meteen het woord geven, want anders... ik heb al lang genoeg gepraat. We starten met Nadine. En eigenlijk het thema van vandaag is vrouwelijkheid op de werkvloer. En waar we kijken eigenlijk naar kansengelijkheid en inclusiviteit in de hedendaagse architectuurwereld. Want dus het valt op dat slechts 1 op de 4 vrouwen, Nederlandse architecten vrouw is. Terwijl de architectuuropleidingen een heel ander beeld schetsen. Er is gevraagd aan de sprekers hoe zij dit ervaren. Vanuit hun praktijk, vanuit de opleiding en hoe dat nu is bij de bureaus. En blijft er wel ruimte op de werkvloer voor verschil? In hoeverre moet dat verschil uitgemeten worden, is ook nog wel een vraag. Dus daar gaan we zo meer over horen. Nadine Nievergeld trapt zo af. Zij is architect, stadmaker en projectleider bij Omgevingsvisie Sittard Geleen. Ze studeerde in 2015 af in de architectuur aan de Academie van Bouwkunst. Ze was assistent bij HKL Architecten, MAS Architecten en Artesk van Rooyen Architecten. Met de referentie aan Teske van Rooyen die eerder sprak hier. In 2017 begon ze als gastdocent aan de Academie voor Bouwkunst tot 2021. En start ze ook in 2017 haar bureau Knapwerk in Geleen samen met Kelly Kroeze. In 2021 ging Nadine op eigen voet verder met haar bureau Collect Architecten en Stadsmakers in Maasbracht. En vanaf 2020, zoals gezegd, is ze projectleider Omgevingsvisie gemeente Sittard Geleen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al heel veel opgenoemd, maar er is vooral nog veel meer te vertellen. Nadine. Ja, zien jullie ook iets? Oké, top. Nou ja, dankjewel Floor voor de inleiding. Remco, uiteindelijk ook bedankt voor de uitnodiging. Een uitnodiging die ik ergens begin maart heb ontvangen. En waar ik toch stiekem ook even over heb moeten twijfelen. Want ik zeg het eerlijk, lezingen over vrouwelijkheid in de architectuur. In combinatie met een tentoonstelling Love and the Mist. De architectuur van de vruchtbaarheid. Nou ja, vruchtbaarheid. Ik ben momenteel 32 weken zwanger. Dus. En ik heb serieus even getwijfeld. Want in juli zou je die buik echt wel gaan zien. Of ik het wel kon maken. En juist daarom dacht ik van ja, ik moet juist wel gaan. Want dit is eigenlijk de basis van het probleem waar ik vaker ook tegenaan loop. Dus dat is voor mij ook best een beladen onderwerp. Je houdt het stil, je stelt je daar niet kwetsbaar in op en je loopt er zeker niet mee te koop. Terwijl het wel degelijk iets heel moois is en wat ook gewoon daar prima naast kan bestaan. Ik mag volgens mij 35 minuten praten. En aan woorden geen gebrek, misschien aan adem wel, want ook mijn longinhoud schijnt wat minder te zijn de laatste tijd. Maar ook dat is ook wel zo'n mooie aanname. We gaan altijd uit van de perfectie. Dat is ook iets waar wij vrouwen heel goed in zijn. Vandaag misschien iets minder perfect, maar toch de kans om mijn visie op dit thema met jullie te delen.
Want soms is juist die durf om te kiezen voor onzekerheid, denk ik, en een ander pad te bewandelen dan diegene die voor je gingen. Misschien wel een van de belangrijkste dingen die we moeten ondernemen om hier ook verandering in te brengen. Want er is verandering nodig, als ik kijk naar dit thema. Maar daarover zo meteen meer. Ik heb mijn presentatie opgedeeld in 3 delen. Eén perspectief als basis, waarin ik even teruggrijp op mijn studieperiode. De tweede, diversiteit, inclusiviteit en eigenaarschap, waarbij ik juist de relatie wil leggen met de huidige situatie op de werkvloer en op mijn bureau. En de derde, kwetsbaarheid en kansen. Eigenlijk een soort vooruitblik naar de toekomst, hoe ik het werkveld een idealiter voor me zou zien. En ook toch wel ook kritisch wil kijken hoe wij vrouwen daar ook actief een rol kunnen pakken. En niet de afwachtende rol zeg maar daarin nemen. Nou ja, perspectief als basis. Flo zei het net, er studeren jarenlang evenveel mannen als vrouwen op technische universiteiten en academisch. Maar er kan wel gesteld worden dat de meeste studenten voornamelijk opgeleid worden door mannen. En dat brengt met zich mee dat de meeste architecten ook in de opleiding een heel beperkt beeld en perspectief krijgen hoe ze het vak bekijken en hoe ze ook in oplossingen leren te denken. En wanneer ik kijk naar mijn eigen situatie binnen de 2 studies die ik hier in Maastricht heb mogen volgen, moet ik wel een klein beetje een nuancering aanbrengen in die stelling. Want zowel tijdens mijn studie aan de Academie van Bouwkunst als die aan de Academie voor Beeldende Kunsten heb ik wel degelijk les gekregen van een groot aantal vrouwelijke docenten. En het heeft absoluut bijgedragen aan die verruiming van het perspectief en de kijk op het vakgebied. Maar ondanks die aanwezigheid van die vrouwelijke docenten, want die waren weliswaar in de minderheid, kan ik wel stellen dat die mannelijke dominantie en het daarbij behorende perspectief echt overheerste. Niet alleen in de visievorming richting projecten, maar ook in de beoordeling op kwaliteit van je projecten tijdens je studie. Dat ligt niet zozeer aan het uitnodigen van die vrouwelijke projecten, maar eigenlijk vooral de cultuur en de omgeving waar die vrouwen, die eigenlijk zelf ook zo opgeleid zijn door mannen, in terechtkomen als docent. Dus er was wel ruimte voor perspectief. Maar tegelijkertijd ook een soort voelbare noodzaak. Ik heb dat ook zelf ervaren als tijdelijk als gastdocent. Om je toch als een soort van chameleon aan te passen aan die geldende norm, aan dat overheersende geluid. Soms ook echt in letterlijke zin in discussies. Wat toch wel overwegend afkomstig was van die mannelijke collega's of mannelijke docenten. En het is toch wel een gemiste kans. En in de basis denk ik ook een van de meest belangrijke stappen die we moeten nemen naar meer diversiteit en inclusiviteit in de architectuur. Overigens is dat voor mijn gevoel niet alleen man-vrouw gerelateerd, maar ook cultureel en maatschappelijk. Dus voor mij heb ik altijd het gevoel gehad op de architectuuropleiding dat je sowieso eentalig wordt opgeleid. Dus je wordt opgeleid door architecten, eigenlijk ook voor architecten. Je leert 1 taal te spreken, namelijk de taal van de architectuur, die in het discours redelijk mannelijk georiënteerd is. Daar heeft Merel volgens mij ook al in het begin een korte inleiding over gegeven. Maar er wordt, wanneer je afstudeert, in de fysieke realiteit, in de maatschappij, een andere taal gesproken. En daar is een ontzettend grote kloof voelbaar. En niet alleen dus dat man en vrouw, maar ook cultuur en maatschappij, denk ik, en ook die verschillende talen al leren spreken tijdens je opleiding, zorgen er denk ik ook voor dat je na je opleiding in het werkveld veel sterker zeg maar, kunt staan in het bevragen en in het beantwoorden van fysieke, ruimtelijke vraagstukken. Tijdens mijn opleiding heb ik uiteindelijk de kans gekregen aan het einde om mijn afstudeerproject te doen. Tour de Curiosité. En dat was een ode aan de vrouwelijke verzamelaar. En ik heb daarin een hele bewuste keuze gemaakt in dat traject. We mochten zelf docenten kiezen om juist qua man-vrouw en cultureel zeg maar een soort verhouding te zoeken tussen 3 personen. Die me uiteindelijk hebben
begeleid gedurende dat hele proces. En het project is eigenlijk een soort autobiografische zoektocht geworden naar een eigen identiteit en het voorliefde voor het vergankelijke, het verfijnde en verzamelen en het kwetsbare in de architectuur. En hoe je dat tot uiting zou kunnen laten komen in een gebouw. Want voor mij is ontwerpen is een stukje ook verzamelen. Verzamelen van perspectieven, verzamelen van inhoud, verzamelen van theorie, verzamelen van context. En architectuur is voor mij ook een stukje vergankelijkheid. Het is kwetsbaar. Als ik dat dan vertaal naar naar het werkveld, naar hoe ik zeg maar momenteel projecten draai en ook de afgelopen jaren op een bureau heb gewerkt en momenteel ook als projectleider werk, dan kan ik jullie daar het volgende over vertellen. En ik kwam deze illustratie tegen, Diversity, Inclusion, Belonging en Equality. En voor mij dekte dat toch wel enigszins de lading hoe ik op dit moment tegen dat onderwerp aankijk. Want die begrippen, wat we hier zien, die komen eigenlijk best wel veel, vind ik, in projecten in de architectuur voor. Maar op de plekken waar het eigenlijk zou moeten, dus binnen bijvoorbeeld een architectenbureau, of de processen hoe we architectuur tot stand laten komen, daar zie je ze eigenlijk nog niet zoveel. En dat is eigenlijk wel heel vreemd. Want het een zou eigenlijk op het ander zeg maar, moeten aansluiten, of in ieder geval daaruit voort moeten komen. De implementatie dus van die begrippen zou dus voor mijn gevoel al een verbetering zijn. En dat is ook wel iets waar ik me zelf wel sterk mee bezig heb gehouden, ook in de projecten waar ik zo meteen wat meer over ga vertellen, die ik de afgelopen jaren heb mogen doen en waar ik momenteel mee bezig ben. Maar ook weer hier wil ik dan ook weer de kanttekening maken. Niet alleen gekeken naar een man-vrouw verhouding, maar ook naar culturele en maatschappelijke randvoorwaarden. Die verbreding zorgt er dus uiteindelijk ook voor dat je dus veel breder en gerichter antwoord kan geven op een ruimtelijke vraag. Dus zoals gezegd, ondanks dat ik altijd vanuit een vrij compacte bureaustructuur heb gewerkt, met maximaal 4 tot 10 personen, heb ik eigenlijk altijd wel geprobeerd om daar gehoor aan te geven. Niet alleen de laatste jaren waarin het bureau zeg maar echt bewust ook heel compact was, met mensen vanuit verschillende opleidingen, culturen, landen, mannen, vrouwen, noem maar op. Maar ook door samenwerkingen op te zoeken. Want ook dat vind ik wel een belangrijke, hier in Limburg soms. Dat we allemaal nog op eilandjes zitten. Althans, zo voelt het soms. En ik denk voor sommige projecten dat het gewoon ook heel goed is om juist wat verder te kijken dan je eigen discipline. En ik merk wel ook dat je daarin als vrouw ook stappen kunt nemen in die richting. Ik merk ook wel dat de drempel soms wat lager is om het gesprek aan te gaan, om een samenwerking op te starten. En je kan op die manier ook voor een project, als dat nodig is, ook een stukje maatwerk verzorgen. En juist iedere vraag vanuit het juiste perspectief te bekijken. Dus je moet ook niet, denk ik, als vrouw de illusie hebben dat je alle wijsheid in pacht hebt, maar juist zoeken naar een balans. En middels een aantal projecten wil ik jullie graag vertellen hoe ik dat zelf tot nu toe heb ervaren. Het Taphuis. Dat is een nieuwbouwbrasserie gelegen aan het natuurgebied Mulderplas in Tull, in Schinnen. In Limburg ligt dat. Ligt naast een brouwerij. En het mooie wat we hierin hebben gedaan is dat we werksessies en inspraakavonden al heel vroeg in het proces hebben ondernomen met de eigenaren, met de gemeente, met de omwonenden. En was dat ook wel heel erg voelbaar tijdens dat proces dat we vaker te horen kregen, met name van de buurtbewoners, van jongens, ja goh, het is wel echt te merken dat jullie het anders doen. Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met dat jullie vrouwen zijn. En ik vond dat heel gek, want ik dacht van ja, wat maakt het verschil nou? En ik heb dat op een gegeven moment daarop doorgevraagd. En toen vertelde mij een man, zei hij, ja, maar jullie voeren het gesprek, jullie gaan een gesprek aan, jullie luisteren. Jullie twijfelen misschien soms ook over dingen. En jullie stellen je kwetsbaar op. Jullie hebben niet meteen de waarheid in pacht en jullie luisteren naar ons. En hoe wij het gebied ervaren, hoe wij de toekomst daar ook voor ons zien. En jullie nemen ons daaraan mee.
En ik vond dat zelf wel een heel mooi compliment daarin. En uiteindelijk, het gebouw wordt volgens mij nu in de zomer opgeleverd. Dus het was een 3-jarig proces. Naast het taphuis, zoals ik al zei, ligt het natuurgebied Mulderplas. Uiteindelijk door dat traject wat we hebben doorlopen bij het taphuis, zijn we uiteindelijk ook door de gemeente Beekdalen gevraagd en IBA Parkstad om mee te denken in de gebiedsontwikkeling rondom die Mulderplas. Omdat er ook best wel veel weerstand kwam vanuit de buurt. En hebben we eigenlijk een landschappelijke totaalbeleving mogen ontwerpen met een aantal ruimtelijke interventies. In de vorm van observatoria en uitkijkpunten. En ook hier was eigenlijk het proces vrijwel hetzelfde. Met buurtbewoners die zeer positief reageerden op de communicatie. En vanuit de gemeente ook het compliment dat we op een hele verfijnde en precieze manier te werk gingen. En ook dat is wel een van de dingen die we uiteindelijk ook wel in het ontwerp terugzien. Uiteindelijk, nu de laatste krantenartikelen, zijn er uiteraard ook wat kritische geluiden. Maar dat mag ook, vind ik, bij projecten. Je kan het, je probeert het voor iedereen goed te doen. En architectuur moet raken, denk ik. En ruimtelijke interventies moeten mensen raken. Het gaat ook over emotie en uiteindelijk ook over beleving. En voor iedereen is die beleving uiteindelijk anders. Maar uiteindelijk is het merendeel van de omwonenden is zeer tevreden over het project. En de bezoekers en zelf ook, als je er rondloopt, denk ik al zeker dat het er mag wezen. Samenwerken. Voor dit project, de nieuwe school, hebben we samen met HKL-architecten een tender gedaan. HKL-architecten is een mannenbureau, om dat zo maar te zeggen. Het werd geleid door twee mannen en wij waren destijds met twee vrouwen. En die hebben ontzettend veel ervaring in die scholenbouw. En wat me bij dit project voornamelijk is bijgebleven, is dat we tijdens de tender terecht zijn gekomen bij een conventie. Ik noem daar even geen naam over. Waar het aantal vrouwen van de 100 genodigden volgens mij echt op één hand te tellen waren. Ik heb er volgens mij 4 of 5 gezien die dag. Eén daarvan was de host voor de diverse presentaties. En ik geloof dat ik me zo niet op mijn plek heb gevoeld als in die situatie. Want als ik iets tijdens het traject heb gezien, is dat met name in die scholenbouw. Daar moet echt wat veranderen. De kijk op de school en op de schoolomgeving moet anders. Maar de cultuur daaromheen is echt wel overwegend mannelijk, voor mijn gevoel. Dus ik vond het wel heel mooi om daar die samenwerking op te zoeken met Patrick en Pascal van HKL-architecten. Tegelijkertijd is het voor mij ook echt een wereld waarvan ik denk van als ik daar nog een tweede keer een stap in zou moeten nemen voor een project te doen, dan weet ik niet of ik dat puur en alleen vanuit mijn eigen kader zou doen. Maar dan zou ik wel altijd toch de samenwerking blijven opzoeken met een man, om dat toch enigszins tussenin te passen. En dat is eigenlijk heel vreemd natuurlijk, dat je daar van tevoren zo mee bezig bent. Maar dat is wel iets waar ik, wat ik uit dit project, welk gevoel dat ik eraan over heb gehouden, laat ik het zo zeggen. Urban Apartments is een project dat we voor Ruiters Vastgoed hebben gedaan. En daar was bewust eigenlijk, werden we gevraagd om eigenlijk anders te kijken naar een situatie. Waar al een aantal architecten ook naar hadden gekeken. Het was grappig, want hier zat een vrouwelijke projectleider ook op vanuit Ruiters. En het project liep eigenlijk ook fantastisch. Alleen we merkten op een gegeven moment, ook bij de gemeente, kwamen daar maar 3 vrouwen. Er zat 1 mannelijke ambtenaar. Ja, en dat wrong. En dat is, dat wil je eigenlijk nu ook niet benoemen, want ik heb het liever over positieve dingen. Maar dat gebeurt wel nog steeds, dat je daar toch tegenaan loopt dat toch als een soort van intimiderend ook vanuit de andere kant kan worden ervaren als die balans er niet is. Dus als er 1 man zit en 3 vrouwen komen wat vertellen, ja. Dus ook daarin denk ik van, hebben we uiteindelijk ook geprobeerd om iets meer balans aan te brengen in het traject met de gemeente.
om daar toch ook een bepaalde, ja, om die voortgang in dat traject ook wat meer te laten, ja, doorgang te laten vinden. En ook om die ambtenaar in kwestie de ruimte te geven om zijn verhaal te kunnen delen met ons. Een particulier project, restauratie en revitalisatie van een hoeve in Midden-Limburg. Een particulier opdrachtgever in dit geval. En deze mensen waren op zoek naar een architect en uiteindelijk hebben die opdracht gekregen. Het is een conventie van een stal naar een woning. En het meest rechtse gedeelte hebben we eigenlijk compleet herbouwd en aan de achterzijde ook aangepast. Momenteel in uitvoering. En wat hierin opvallend was ook, is dat we vaker ook tijdens het traject te horen hebben gekregen, ook van de aannemer en de bouwer, dat werken met een vrouwelijke architect ook voor hun totaal anders was. Want ze hadden ook andere ervaringen. Dus ik geloof er niet zozeer in dat een ontwerp mannelijk of vrouwelijk kan zijn. Ik denk wel dat hoe je het proces aanvliegt en hoe je visie is op bepaalde dingen, dat anders is als dat een man dat doet. Maar ook daarin, man, vrouw. Ik denk dat er mannen zijn met een hele vrouwelijke kijk en dat er vrouwen zijn met een hele mannelijke kijk. Dus dat, ook daarin denk ik dat we wel die nuancering zouden moeten meenemen. Kwetsbaarheid en kansen. Persoonlijk denk ik dat we in de sector echt al een hele weg hebben afgelegd. En ben ik zelf toch wel bevoorrecht, denk ik, ook om ooit te starten bij Taske van Rooyen. Daar heb ik 8 jaar gewerkt. Dus een van de vorige sprekers, zoals Floor net al zei. En dat is gewoon een hele krachtige vrouw en een goede architect. En dat heeft mij ook wel aan het begin van die carrière het inzicht gegeven om aan de overtuiging gegeven dat je als vrouw ook succesvol kan zijn. En dat je je eigen weg kan bewandelen, als het ware, binnen de architectuur. Dat wil niet zeggen dat altijd even makkelijk ging, want ook dat heb ik meegekregen. Maar waarom willen ze zijn weg? En als je zelf gewoon vastberaden bent, uiteindelijk kom je er wel. Tegelijkertijd, nu ik terugkijk op de afgelopen 10 jaar, denk ik, dat ik nu in het werkveld actief ben, denk ik dat we ons wel als vrouwen te makkelijk aanpassen aan die mannelijke cultuur. En niet alleen in de architectuur, maar ook in de bouw. Want daar blijft het ook nog steeds een ding, hè. En tegelijkertijd, zeker nu in deze situatie, merk ik dat ook vanuit de maatschappij. Eigenlijk doe je het voor niemand goed en ben je constant een soort van je positie aan het bepalen ten opzichte van alles. En dat heeft er toch voor mijn gevoel heel erg mee te maken dat een van de grootste krachten van de vrouw ook de grootste valkuil is. Namelijk het tonen van een stukje kwetsbaarheid. En om dat juist toe te voegen aan het werkveld. En ook het je kwetsbaar opstellen ten opzichte van de verwachtingen die, zeg maar, de maatschappij stelt. Bijvoorbeeld over toch een carrière hebben en zwanger zijn en toch hard werken. En niet ervoor kiezen om maar 2 dagen in de week te gaan werken. Dus dat heeft aan alle kanten, zeg maar, is nog steeds dat ik denk dat die balans aangescherpt moet worden. En dat je daar ook vooral je eigen pad in moet gaan bewandelen. Die kwetsbaarheid toevoegen aan het werkveld, het stukje overdenken, het twijfelen, het bijschaven, het vervolmaken, dat stukje menselijkheid, wat er af en toe ook best mag zijn. Ik denk dat dat dus de verandering is die we vanuit de architectuur en de cultuur moeten gaan verwachten. En ook vanuit de maatschappij. Om ervoor te zorgen dat we ook onszelf en ons perspectief steeds blijven herontdekken en blijven verleggen. Want ook dat is belangrijk. En die verandering die we willen nastreven, die zal niet van vandaag op morgen gaan. Dus ik denk dat je ook de kansen moet pakken waar je ze ziet, maar creëer ze vooral ook zelf. En blijf je ontwikkelen, doe eens iets anders, sta open voor anderen en heb vooral ook plezier in je werk. Want ik vind het soms zo serieus, architectuur, maar het mag ook best leuk zijn. Er mag wel eens gelachen worden. En ook dat is denk ik een van de meest belangrijke dingen waarvan ik vind dat we daar soms een slag nog in kunnen slaan. Momenteel werk ik inderdaad onder eigen naam, maar ook als projectleider omgevingsvisie in Sittard-Geleen. En
waarom heb ik juist die... want het is een hele andere, je zit aan een hele andere kant van de tafel als dat je normaal als ontwerper zit. En tegelijkertijd is het ontzettend interessant. Want je bekijkt het letterlijk, het proces ook van een andere kant. Je houdt je veel meer bezig met de grote lijnen, met beleid. En je komt in een hele andere cultuur terecht. En waar we nu ook in de architectuur steeds meer op aankomen, is een stukje participatie, bottom-up initiatieven, stap maken. En dat is hetgeen wat daar ook gebeurt. En dat was voor mij een van de meest interessante punten om juist aan te haken bij dit traject. Om te kijken hoe ik daar als ontwerper in een ontwerpende rol een proces kan vormgeven om uiteindelijk een visie te creëren. En om eigenlijk de randvoorwaarden te scheppen waar straks architecten, stadmakers, stedenbouwkundigen hun, hun plan aan kunnen gaan koppelen. Overigens moet ik wel trouwens zeggen, als ik kijk naar cultuur en naar kansen voor vrouwen, denk ik dat ze, en er wordt vaak heel negatief gepraat toch over ook gemeentes en ambtenaren, denk ik wel dat ze daar al iets verder zijn. In ieder geval bij Sittard Geleen. Dus daar zijn ze heel erg aan het zoeken, ook naar binnenteams, de man-vrouw verhouding, maar ook cultureel en maatschappelijk proberen om daar een bepaalde balans in te zoeken. En als je dan kijkt naar dit soort stedelijke ontwikkelingen en visievormingen, is dat echt wel een ontzettend grote meerwaarde in zo'n traject. Kansen zelf creëren. Ik denk ook dat het goed is om soms gewoon zelf het voortouw te nemen en projecten te initiëren. Zo ook is een van de laatste projecten, de seniorenwoningen in Midden-Limburg. Het is een haalbaarheidsstudie wat we hebben gedaan. Samen met een aantal particuliere opdrachtgevers om te kijken wat er mogelijk is op een bepaalde locatie. Denk ik ook dat daar, het zijn toevallig allemaal mannelijke opdrachtgevers in dit geval, maar je merkt gewoon in dat soort trajecten dat je, je bent tegelijkertijd ontwerper, je bent analist, je bent verbinder, maar je bent ook voor jezelf een stukje opdrachtgever. Omdat er nog niet echt een opgave ligt, denk je ook heel erg mee in mogelijkheden en in kansen. En ik denk dat ook iets is. Dus zelf kijken naar projecten, het initiatief nemen, stoute schoenen aantrekken. Een beetje wat brutaler zijn af en toe. Dat ook wel goed is. In dit geval is er een dreigend tekort aan woningen in Maasbracht. Op zich zijn er een aantal oplossingen ook voor. Maar met name seniorenwoningen. Senioren blijven te lang thuis wonen. Dus niet alleen een voorbeeld in Maasbracht, is ook landelijk zo. Door nieuwe woningen toe te voegen voor de senioren, zorg je ook dat de doorstroom weer op gang komt voor vanuit de particuliere woningen. En draag je daar ook weer iets aan bij. En ook vanuit een stukje duurzaamheid, vanuit het gebouwtechnische oogpunt dan bekeken. Maar ook vanuit woonkwaliteit is dat een hele mooie opgave om dat zelf te verkennen. En dat is nu zeg maar een project waar ik me de laatste tijd nog op heb gestort. Ik wil afsluiten met het volgende. En een Chinees gezegde, als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens. En als het eens goed zou gaan waaien, mag het ook voor mij best een beetje donderen af en toe. Dus vooral de oproep aan vrouwen en ook aan de cultuur waar we zeg maar in zijn, om daar toch, om die verandering die we willen zien, om daar vooral zelf mee te beginnen en het initiatief te tonen. Inspireer anderen, zoals ik destijds ook bij Tesca heb mogen ervaren. En blijf ook vooral een stukje mens. Dankjewel. Heel veel dank Nadine voor je kwetsbaar opstellen, maar ik zou ook zeggen wel open. Want dat heb je ook gedaan en de kwaliteiten die jij meeneemt in je werk. Ik ga Tatjana de Groot, Trajkowska, prachtige achternaam, introduceren. Je studeerde af in Skopje, in Macedonië. Je studeerde tussen 2009 en 2013 hier aan de Academie van Bouwkunst. En werd uitgeroepen tot student van het jaar aan de Maastrichtse Academie. Nou, dat is toch,
Ik wist niet dat dat kon eigenlijk, maar dat is fantastisch. Je was ontwerper van prefab houten huis bij HIT Roof Construction 2001 en overzag de bouw van een studentencampus aan de Macedonische Universiteit 2001-2003. Je was architect, interieurontwerper en bouwkundige voor verschillende bureaus tussen 2003 en 2009. En totdat je dus hier naartoe kwam. En freelance architect werd voor Ruimtemakers Architectengroep tot 2011. Daarna was je architect bij N-Architect in Maastricht tussen 2011 en 2016. En daar valt 2013 in, toen je ook hier was. En mijn voorganger jou heeft begeleid, toch? Dat is in ieder geval een mooie samenwerking. Je was architect, je zet je eigen bureau op TT Architectuur in 2016 hier in Maastricht. En je brengt steeds de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de architect onder de aandacht. Tijdens jouw masterproef reflecteerde je op de recente ontwikkeling in Skopje. En dit project, Archidom, werd genomineerd voor de EAP in 2013 en de Archiprix Nederland in 2014. Je werkte bij N-Architect aan diverse woningbouwprojecten en voor Ruimtemakers aan utilitaire projecten. Ook mooi, bedrijfsverzamelgebouwen en recreatie. Met TT-architectuur focus je, Tatjana, jij, op het creëren van krachtige ontwerpen in een synergie tussen opdracht en omgeving. En als laatste, 2018, ben je sinds 2018 mee gastdocent aan de Master Interieur Architectuur aan Artes in Arnhem. Samenwerking ook met een van onze voorgaande sprekers, met Nicole Maurer. Goh, ik heb niet alles al verteld, hopelijk. Maar ik wil je hartelijk hier welkom heten en jou de microfoon geven. Goedenavond allemaal. Leuk dat ik vanavond uitgenodigd ben. Dank aan Nadine, de vorige spreker, en dat zij aan mij gedacht heeft voor deze lezingenreeks. Mijn naam is Tatjana en ik ben ook een vrouw architect die nog steeds in de praktijk, in de zakelijke correspondentie, vaak aangesproken wordt met de heer, de groot. Ik ben geboren in een land die niet meer bestaat. Dat land heette Joegoslavië en was gelegen langs de zogenaamde IJzeren Gordijn, die na de Tweede Wereldoorlog Europa deelde aan oosten en westen. Joegoslavië zat gelukkig aan de, zal ik maar zeggen, goede kant van de IJzeren Gordijn, want ook als het socialistisch land was, is open gebleven naar de westerse wereld. Toen ik mijn opleiding of studie, architectuurstudie, ben begonnen in Joegoslavië, viel het land uit elkaar en ik ben afgestudeerd in een onafhankelijk Macedonië. In 2005 heb ik mijn Nederlandse man leren kennen en kort daarna ben ik verhuisd naar Maastricht. Het was een vrij moedige stap om eigenlijk je hart te volgen en alles achter, 30 jaar leven eigenlijk, achter jezelf te laten. Heb ik daar spijt van? Nee, helemaal niet. Want in de afgelopen 16 jaar dat ik in Nederland woon, heb ik bijna geen tijd om spijt voor iets te hebben. Ik ben continu bezig met een soort van ingalslag. Want het voelde voor mij alsof ik op mijn 30ste levensjaar opnieuw geboren ben. Alleen nu ben ik niet 16, maar 46 jaar jong, zal ik maar zeggen. Vijf jaar geleden ben ik eigenlijk aan de slag gegaan als een zelfstandige architect onder de naam TT Architectuur. Als ik terugkijk aan mijn loopbaan in Nederland, kan ik ook niet anders zeggen dat ik dankbaar ben aan drie mannen die binnen hun bedrijven open stonden voor iemand die uit het onbekende kwam. De eerste vrouwelijke architecten die op mij indruk hebben gelaten in Maastricht waren de docenten op de Academie van Bouwkunst. Twee van hen, Tiske van Rooyen en Nicole Maurer, waren ook sprekers van de vorige lezingen. En ik wil graag ook Sylvie Smeets benoemen, want dat was ook een van de docenten en is intussen partner geworden bij een landelijk groot architectenkantoor. Dus daar heb ik diepe waardering voor hun werk. Nadat ik 3 jaar in Nederland heb gewoond,
was ik voldoende ingeburgerd om een Nederlandse nationaliteit te krijgen. Echter, ik heb mij in Nederland pas echt thuis gevoeld nadat ik mijn Nederlandse master in architectuur heb behaald. Dat is dus 4 jaar later. Toen vielen de puzzelstukjes opeens op hun plek. De rode draad, de rode lijn van mijn afstudieproject was de bewustwording van de architect over zijn of haar maatschappelijke rol. Ik kom uit een stad die langdurig bezig was met een grootschalige wederopbouw naar een aardbeving in de jaren 60 van de vorige eeuw. Mede door de toenmalige wereldcontext, er kwam eigenlijk tot stand een uiterst progressief stedenbouwkundige masterplan door een aantal jonge Japanse architecten uit die tijd onder de leiding van later wereldberoemde Kenzo Tange. In 2008, begon opeens en uit het niets politiek gestuurde, historiserende Disneyficatie van mijn stad. Het deed pijn om te zien dat deze politieke visie werd verwezenlijkt via de tekentafels van mijn collega's architecten. Sommige van hen waren ook mijn medestudenten. Rond die tijd van mijn afstuderen kwam uit de Nederlandse uitgave van de bekende Amerikaanse bestseller The Fountainhead. En die heeft me weer herinnerd en opgewezen dat wat recentelijk in Skopje gebeurde, is eigenlijk van alle tijden. Deze woorden van de imaginaire personage van Howard Roark, een architect uit het boek, hebben mij zo diep geraakt dat zij een soort van werkmotor zijn geworden voor mijn praktijk. In elke project probeer ik weer een soort van zelfcheck te doen om te peilen of ik nog steeds op de weg ben die ik voor mij gekozen heb als architect. Ik zal nu een sprong maken naar de lopende expositie bij Bureau Europa, de vruchtbaarheid en de vrouw. Met een andere inkijkpunt dan vorige spreker, want ik zit in een helemaal andere situatie. Als we over vruchtbaarheid en de vrouw praten, denken we vaak aan de biologische vruchtbaarheid en krijgen van kinderen, terwijl de vrouwelijke vruchtbaarheid zoveel andere vormen kent. Mijn man en ik zaten jarenlang in een uitputtende traject voor een kinderwens en uiteindelijk hebben we het los moeten laten. Dat was het moment toen ik besloten heb om een eigen bedrijf op te starten. Alleen en helemaal van nul. Ik had een behoefte om een eigen zoektocht te starten naar een andere vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid van een vrouwelijke architect. In de bedrijven waar ik gewerkt heb, heb ik aan diverse projecten gewerkt. Van klein tot groot, van alleen of in een team onder begeleiding. Alleen als werknemer miste ik vaak het persoonlijke contact met mijn opdrachtgevers. En dat was ik aan gewend tijdens mijn werkervaring in Macedonië. Vandaar dat ik de nadruk in mijn eigen praktijk heb gelegd aan projecten in de particuliere sector. En daarnaast wilde ik ook heel graag het proces beheren of in eigen handen houden vanaf het begin of vanaf acquisitieontwerp tot de begeleiding van de uitvoering. En dat was voor mij mogelijk alleen bij kleinschalige projecten. Voor de rest had ik niet een echte businessplan. Ik heb besloten om te proberen en ervoor te gaan. En ik had de steun van mijn man. Ik kan uiteindelijk zeggen dat mijn inzet werd beloond en het werd gewaardeerd. De aantal klanten werd elke jaar vermenigvuldigd. En door deze mensen mij een opdracht te verlenen en mijn naam door te geven in hun eigen netwerk, hebben zij mij zichtbaar gemaakt als een architect. Maar er is ook iets anders wat ik gemerkt heb in deze samenwerking en dat is dat ik als vrouwelijke architect de vrouwelijke opdrachtgevers zichtbaarder heb gemaakt.
Want omdat in dit geval de architect geen man meer is, er is geen man-to-man relation meer mogelijk en het ontstaat meer ruimte voor inclusiviteit. In de volgende dia's wil ik een aantal projecten laten zien waar eigenlijk zal mijn werkwijze meer aan bod komen. Dit was mijn allereerste project waar ik gevraagd ben. Toen was ik nog een student in het tweede jaar van de Academie van Bouwkunst en ik werkte part-time bij het eerste bureau. En ik heb dit vraag voor een uitbreiding van een huis in de binnenstad van Maastricht. Ik kon het natuurlijk niet laten gaan. De opdrachtgevers wilden de bestaande uitbouw helemaal slopen en een nieuwe maken in een moderne voormetaal. Uiteindelijk is het dit geworden. De wens was om eigenlijk zoveel mogelijk binnenhoogte te krijgen en zoveel mogelijk daglichtinval. En alsnog de huidige huis gescheiden te houden van de uitbreiding. Toen ik in de laatste studiejaar zat en werkte ik bij mijn tweede werkplek hier, ook part-time, kwam een andere vraag over via een uitbreiding in Maastricht. Toen was ik nog niet echt bezig dat ik later helemaal voor mezelf zou gaan beginnen, maar ik heb deze uitdaging ook aangegaan. Hier werd ik in helemaal met een mannenteam, zal ik maar zeggen. En ik kan zeggen dat zowel opdrachtgever en aannemer hebben zij mij eigenlijk behandeld als gelijkwaardige, zal ik maar zeggen. Behalve tot op één moment dat ik op een blauw bouwplaats ontmoette een van de onderaannemers. En ik merkte dat eigenlijk de vrouwelijke architect op de bouw niet serieus genomen wordt tot het moment dat ze kan bewijzen dat ze voldoende bouwkundige kennis heeft. Vanaf dat moment vinden zij als een gelijkwaardige gesprekspartner en dan zijn ze willig om jouw project met alle details uit te voeren zoals jij ze bedacht hebt en niet zoals zij ze altijd doen. Dit project is eigenlijk het officiële begin van TT Architectuur, zal ik maar zeggen. Toen ben ik helemaal volledig voor mezelf te werk gegaan. Het was een stukje complexere opdracht voor een tweelaagse uitbouw in Maastricht. Dit is het dan zeg maar het resultaat. We hebben hier een stukje buitenruimte eigenlijk binnengehaald. En gezorgd voor eigenlijk dat de grens tussen binnen en buiten bijna verdwijnt door de gevelgrote pui aan de achterzijde van de woning. In het zoeterrein hebben wij een nieuwe ontspanningsruimte gecreëerd die via een ruime vide verbonden werd met de woonruimtes die zich op de begane grond bevonden. En uiteindelijk, we hebben die achterliggende groene omgeving wezenlijk onderdeel gemaakt van de beleving in het huis. En dat was de allereerste wens van mijn opdrachtgevers. Door de vele positieve reacties van dit project ben ik tot het idee gekomen om het project uit te sturen bij de architect. En binnen een week, het was inderdaad gepubliceerd, zowel in de nieuwsbrief als op de website. En het was even leuk om te zien hoe een klein project van een uitbreiding in Maastricht opeens gepubliceerd is na de hele grote projecten van de bekende Nederlandse architecten, zoals Oma, die daarnaast staat. Dus daarvoor bedankt, redactie van de architect. Zij hebben misschien, ik weet het niet bewust of onbewust, maar op die manier is TT Architectuur somehow meer zichtbaar geworden op Google. Ik kreeg opeens een telefoontje van een mevrouw uit Londen die een huis wilde kopen in Nederland en een bezoek was naar een architect. Ja, dat was geen opdracht geworden, maar daarna ben ik benaderd door een andere vrouw uit Den Haag die ook op zoek was naar een architect. En daar heb ik nu een opdracht voor, dus ik ben bezig voor een opdracht voor een uitbreiding van een huis in Den Haag. Ik had nooit kunnen denken dat ik buiten de regio zou te werk gaan, omdat mijn keuze was particuliere opdrachtgevers, kleinschalige opdrachten. Dus voor mij is elke opdracht klein of iets groter interessant. Dit wilde ik laten zien, want dit is een interventie van een woonhuis in de omgeving van Maastricht, die eigenlijk 10 jaar voordat ik de opdracht heb gekregen,
volledig verbouwd werd door een bekende architectenkantoor hier in de regio. Alleen dit waren nieuwe eigenaars en alleen de keuken werd niet verbouwd. Dus nu was de keuken aan de beurt. Wat ik eigenlijk hier gedaan heb, of voorgesteld heb, is om de kleine keukenraam te slopen, te verwijderen. En in plaats daarvan hebben wij een verdiepingsgrote raam geplaatst, waardoor opeens een nieuwe zichtlijn is ontstaan naar de tuin. Daarnaast hebben wij ook een opening gemaakt in de dichte scheidingswand tussen de eetkamer en de keuken, waardoor ook van de eetruimte en nieuwe zichtlijnen zijn ontstaan. En mijn opdrachtgevers eigenlijk vonden dat deze interventie totaal in harmonie was met de eerdere verbouwing, dat het voor hen voelde alsof zij zo in het huis zijn ze ingetrokken om te gaan wonen. Zowel in architectuur, in de kleine projecten is het best moeilijk om onderscheid te maken tussen architectuur, interieur of tuin. Dus als ik bezig ben met architectuur, denk ik vaak een paar stappen verder en neem ik de interieur mee of de tuin. Maar hetzelfde geldt als ik ook met interieur bezig ben, dan verdiep ik me ook in de architectuur die voor mij is geweest en probeer ik om deze twee disciplines elkaar naadloos aan te vullen en te versterken. Dit was het geval in dit opdracht voor een afbouw en interieur van een appartement op de bovenste verdieping van deze mooi gebouw van het nieuwe wooncomplex De Looyershof in Maastricht. En hier heb ik eigenlijk alle details vanaf de afbouw, materialisatie tot interieurmaatwerk voorgesteld en begeleid tot een goede uitvoering. Opdrachtgever heeft besloten om de afbouw te laten doen door de hoofdaannemer van de bouwcomplex. En dat was voor mij als kleine zelfstandige architect ook een hele mooie ervaring met een grote bouwpartner eigenlijk dit project te realiseren. Dit zijn een paar beeldjes. En wat ik eigenlijk zou willen benadrukken, dat voor mij heel belangrijk zijn de kleine details, zowel in architectuur als in interieur, want die maken het net dat klein beetje meer om een projectmaatwerk te zijn in plaats van een seriematige project. De allerlaatste project die ik even iets voor wil vertellen, is de project waar ik me nu ook nog bezig ben. En dat is een renovatie van een rijksmonument in de binnenstad van Maastricht. Links zien we de achtergevel zoals het was. En aan de rechtse foto is de achtergevel in wording. Het was een vrij complexe verbouwing, maar gelukkig de hele bouwteam werkte hier met heel veel passie en plezier in. De opdrachtgevers wilden hier twee appartementen of twee aparte woningen realiseren. En de ontwerpvraagstuk was eigenlijk hoe kunnen we dat realiseren met zo weinig mogelijk ruimte te verliezen aan verticale ontsluiting, oftewel aan trappen. Dus de oplossing was een trap die zogenaamde dubbele helixtrap heet, waar de trappen langs elkaar heen kruisen. En het was een vrij grote uitdaging, zowel voor mij als voor de uitvoerende partij. Dus toen de trapskelet stond in de werkplaats, werd iedereen opgelucht, het werkt. En dan moest die dan gebracht worden op de locatie in de binnenstad, stuk per stuk. En dus dit is een foto van de aannemer. Dus dit soort van momenten hebben we vaak gehad om gezamenlijk na te denken, hoe kunnen we maken? Want voor iedereen van ons was voor de eerste keer dat we een soortgelijke trap aan het maken zijn. Ik ben ook wel heel dankbaar aan die opdrachtgevers, want zij hebben geloofd in dit ontwerp. En uiteindelijk hebben wij een trap bedacht of ook gemaakt, die als een soort van kunstobject in de ruimte staat en een gevoel van nieuwe monumentaliteit creëert in een oude pand in de stad. Via de trap kom je ook boven nog een woning, dus dat is de zogenaamde loftwoning. En wat we hier hebben gedaan, is aan de linkerzijde is eigenlijk de afdruk van de naastliggende pand. Dat hebben we gedaan omdat deze twee panden in het verleden hier met elkaar verbonden waren. Dus we wilden dat leesbaar houden. Dit is dus de zolder van het pand zoals het was. En dit is een beetje de nieuwe loft in het wording. We hebben hier op de achterste dakvlak een eigentijdse dakkapel bedacht.
die eigenlijk onderscheidend is van de monumentale schil. Dus als je in dat ruimte komt, heb je een prachtig uitzicht over het dakkenlandschap van de oude stad, met links de toren van Sint-Jan-basiliek op het Vrijthof en rechts de toren van Onze Lieve Vrouw-basiliek. En al met al kan ik zeggen dat vrouw op de bouw is voor mij geen taboe. Tegenwoordig zowel een architect als een vrouwelijke opdrachtgever. Mijn voorliefde voor de bouw is eigenlijk ontstaan lang geleden, toen ik nog in Macedonië werkte op de realisatie van de studentencampus. Daar hebben we onder de hoed van een Oostenrijkse bedrijf eigenlijk binnen een jaar tijd 30 prefab gebouwen gerealiseerd. En ik moet zeggen dat van de 10 Oostenrijkse vakmensen heb ik eigenlijk mijn eerste echte bouwkunde les in de praktijk gehad. Tegenwoordig is dit mijn werkplek bij de ANSI. En sinds een jaar eigenlijk bied ik ook een stagemogelijkheid voor studenten aan de Academie van Bouwkunst of Interieur. Toevallig of niet, tot nu toe heb ik 3 stagiaires gehad, van welke alle 3 vrouwen. Daarnaast van die 3 vrouwen zijn 2 volledige internationals. De eerste was uit Griekenland, de tweede is uit Moskou. De studenten van de Academie van Bouwkunst is wel een Nederlandse. De enige die Nederlands praat, behalve mij op kantoor. Maar zij heeft wel ook een Turkse achtergrond. Als ik me even kan herinneren, toen ik op mijn laatste werkplek was, een van mijn mannelijke collega's heeft me vaak een opmerking gegeven dat ik te bevragelijk was in mijn werk. Dus dat was in de mannenwereld niet nodig. Ja, maar dat was iets wat ze niet wilden horen. Nu, na zoveel jaren dat ik zelf bezig ben, ik denk dat juist dat ik bevragelijk ben geweest en heb gebleven, ben ik verder op zoek gegaan naar de essentie van wat is architect zijn voor mij en hoe ik de vak wil beoefenen. Dus dat voorbeeld wil ik ook eigenlijk ook aan mijn stagiaires overdragen. En als afsluiting wil ik terug naar de oorsprong, oftewel hoe mijn voorliefde voor architectuur is ontstaan. En bij mij is dat van heel dichtbij. Want mijn moeder was een tekenaar bij de grootste architectenkantoor in Macedonië. En deze oude foto van, denk ik, 2000, heb ik dit is de personeel die toen was, heb ik de mensen geteld. En ik kwam op 52 medewerkers, van welke alleen maar 15 mannen en 37 vrouwen. In Macedonië bestond en bestaat geen part-time werken. Dus alle deze vrouwen, de meeste waren ook moeders, en zij waren voltijds architecten, tekenaars, constructeurs, ingenieurs. Dus ja, mijn simpele boodschap is, als er wil is, is ook een weg. Dank je wel.